voelt heel vreemd. Oh, ik ga stuk. Gisterdag, woensdag was het donderdag. Alle medewerkers zijn in gesprek. Ik zit in de wacht. Een ogenblik geduld, alstublieft. Ik moet de verzekering bellen, omdat dingen nog steeds allemaal niet geregeld zijn. Van de glasruit niet, van de inbraak niet. En we zitten al over de 2 maanden, dus ik wil even weten wat. Oh ja, Sarah die is heel de ochtend al woordjes aan het schrijven en die moeten we elke keer nakijken. Dus dat ga ik even doen. Ik kan eindelijk weer filmen, het was er net. Ik ging het proberen, maar Marco was aan het boren en weet ik veel wat. Dus je kon niet eens normaal met elkaar praten, je verstond elkaar gewoon niet. Oh nee, dat hoeft niet hoor, de muziek heb ik geen last van. Sarah en ik hebben wel, het eten al klaargezet, samen heel gezellig, allemaal dat soort dingen gedaan. En ik ga dadelijk naar de IKEA na het eten met mijn broertje. Ze hebben ook wat dingen nodig. Sarah vroeg dat ze morgen bij oma gaat logeren. Dan kunnen wij nog even door met klussen van Marco, want ik kan nog steeds niet genoeg. Daarom ga ik wel naar de IKEA. Mijn broertje rijdt, dus dan hoef ik alleen in de IKEA te lopen. En ik ga zo nog even met mijn benen omhoog. Dus dan moet het alles bij elkaar toch nog wel een beetje lukken. En dan zijn die dingen gehaald. En dan hoeft Marco die ook niet te gaan halen. Ja, je zit weer op knopjes te drukken. Ik ga heel snel mijn laptop kijken, want het gaat niet goed volgens mij. Wij hebben lekker boboti. En ik hou van boboti. Met aardappel. Met aardappel. Gek kind. Ik vind het zo lekker. Het is zo koud vandaag. Ik denk ik loop een tijd naar buiten. Want Orlando is onderweg. Maar echt. Ik sta te bevriezen. Ik vind het zo grappig. Fietsen. Ik moet langs. En die zit altijd. Kijk wat doet zij. Net of ik al mijn foto's van mezelf zat te maken of zo. Ik vind dat altijd heel grappig. Maar ja, zo raar is vloggen tegenwoordig toch niet meer. Maar toch. De gezichten van mensen. Ik vind dat hilarisch. Nou, hopen dat hij snel komt, de auto in kan. Want echt, terwijl die jas is echt heel warm, maar voor de rest heb ik het gewoon heel koud. Is dat dan? Ja. Ik heb het weer warm en ik zit met Orlando in de auto. Die je eigenlijk niet ziet, want het is donker. En we zijn er bijna. We zijn er. Oké, ik zit dus nu in het magazijn op de kar. Want mijn been ging zo pijn, dus Orlando rijdt mij. Het is zo'n achtbaan gevoel dat ik achteruit ga. Het voelt heel vreemd. Oh, ik ga stuk. Maar ja, alles om maar even niet te hoeven lopen. Maar het is heel raar en je doet het erom. Dat wiebelen gaat vanzelf. Ja. Dat doe ik er niet om. Oh, echt. Zijn we er al? Oh nee, 14, 13. 13, 12 en 5. Oh, laat ik meteen focus pakken, want... Het is wel handig als we weten waar we dan in de stelling moeten zijn. Dit was 13. 12. 12. 12, 74. Dus we mogen ook helemaal naar 8. Oh jezus. Oh. Ik ga een stuk. Kijk. Hij gaat er elke keer opstaan en dan gaan we alle kanten. Oh. Zo, het is maar goed dat ik mijn voet hier achter heb, hè? Anders was ik echt afgevlogen. Oh, dit is echt erg. Oké, bijna. 74, 74, 74. Ook echt helemaal achteraan. Kijk. Yay. Oeh. Dat is hem. Nou, ze helemaal geslaagd. Ik heb de kar hier staan. Groot spiegel. Nieuw kastje voor in de... slaapkamer en die is voor Bas en Lise, die hadden ze nodig. En hier nog allemaal kleine dingetjes. Die ik ook nodig had. En waarvan ik... Deze zei ik vorige keer met Sarah de Kast. Daar kwam ik tekort mee. Deze lijst wilde ik. Daar gaat de bucketlijst in. Die komt bij de vision board. En ik wilde bakjes. Hiermee ga ik vlees invriezen. Zodat ik het niet in plastic elke keer hoef te doen. En ook niet in de bakjes voor opa. En dan kan ik gewoon mijn dikke stift opzetten en elke keer herhalen. En ja, die 2 dingen die ga je dus niet als de slaapkamer af is. Nou, ik ben verhuisd naar 8 kin.
Want de hele auto is volgebouwd. En dat zie je lekker niet in het donker, maar ik heb lekker wel gefilmd. Zo kan je het een beetje zien. Oh, een lampje. Kijk, we zijn helemaal vol. Echt, en hieronder. Dus ik heb een heel klein plekje, maar goed. Ik ben helemaal geslaagd. Ik heb gewoon alles wat ik wilde kopen. En alle dingen die eigenlijk nog in mijn achterhoofd zaten. Van als ik bij de IKEA een keer ben, moet ik kijken voor dat. Die heb ik eigenlijk ook allemaal gekocht, zover ik weet. Dus ik ben helemaal happy. Ik heb dus nu deze bakjes gehaald bij de IKEA. En dan ga ik met zwarte stift op de deksel schrijven wat ik er dan bijvoorbeeld in wil. En dan kan ik ze elke keer daarmee opnieuw gebruiken. En dan geen plastic zakjes meer. Dat had ik natuurlijk al uitgelegd. Dus ik ga ze even beschrijven. Dit zijn de bakjes geworden zo. En dan kan ik die soorten vlees er elke keer in doen. En ik kan ze heel makkelijk stapelen in de vriezer. Of desnoods naast elkaar leggen. Maar dan moet ik het hier nog schrijven. Maar dan kijk ik even als het in de vriezer ligt. En ik heb een bucketlijst in een lijst. En die komt bij onze vision boards op de wand te hangen. En als Mark of Sarah het leuk vinden, kunnen ze er ook een maken. En dan hangen we de drie's op. En ik heb als één vinkje. En er moet er toch echt nog wel eentje bij gaan komen. En hij hangt. En ik vind het echt leuk. En ik hoop dat dit ook gewoon motiveert om meer van deze dingen ook echt te gaan doen. En hij hangt bij onze vision board nog van afgelopen jaar. Want door te klussen komen we er niet aan toe om nieuwe te maken. Het broodje aap voor vandaag. Monique van der Laan had een nieuwe kantoorbaan in Den Haag. Ze was om die reden ook verhuisd naar een klein leuk flatje. Op de ochtend van haar eerste werkdag hoorde ze de kat van de buren. Ze schrok even dat het zo gehoorig was, maar voor de gein miauwde ze terug. Tot haar verbazing kreeg ze antwoord. Toen miauwde ze opnieuw en ja hoor, de kat van de buren miauwde terug. Dat ging zo een half uurtje door, net zo lang tot ze naar een nieuwe werkgever moest. Daar vertelde ze dit merkwaardige voorval. Jeep. Tot haar stomme verbazing zei Peter, haar nieuwe collega, dat hij vanochtend precies hetzelfde had gedaan. Hij heeft ook een half uur lang met de zogenaamde buurkat zitten miauwen. Het bleek dat ze niet alleen collega's waren, maar ook elkaars buren. Waar of niet waar? Nou, waar of niet waar, het zal je maar gebeuren. Oh, dat lijkt me echt erg. Maar ja, ook wel heel grappig. Dus ik ga nu het laatste stukje You kijken. Kamer weer aan kant en ik heb You afgekeken, dus ik ga lekker naar mijn bedje. Bedankt voor het kijken. Ben je niet geabonneerd? Doe dat hieronder even. Laat natuurlijk een duimpje en een leuke reactie achter en dan zie ik je morgen. Doei doei!